Na een pikzwarte nacht wordt het weer licht op Sint Maarten. Het eiland zit nog altijd zonder elektriciteit, stroom met water en mobiele communicatie na de verwoesting door Oekraïnema. Hulp is onderweg, maar de tienduizenden inwoners moeten het voorlopig alleen zien terden. De ravage en ontreddering op Sint Maarten zijn enorm. Zij premier Rutten vanochtend op een persconferentie na crisisoverleg over de situatie op het eiland. Vannacht is een eerste vliegtuig geland op het eiland. Later vandaag wordt er nog een toestel verwacht met voedsel en drinkwater voor 40.000 mensen voor vijf dagen. Een Nederlands marineschip ligt nog in de haven. Een ander schip is nieuwe voorraden aan het halen van Curaçao. Nederlandse mariniers patrouilleren op het eiland en hulpgoederen worden uitgeladen. Op beelden van gisteren is te zien hoe ze een kruispunt vrijmaken. Correspondent die draai is met een van de marineschepen meegekomen. Maar hij moest snel weer terug aan boord vanwege de onveilige situatie. Hij ziet een totaal gebrek aan gezag op het eiland. Er is nergens communicatie. Ook huizen van politieagenten zijn verwoest. Winkeleigenaren openen hun deuren en laten mensen shoppen zonder te betalen. Om problemen te voorkomen en vanuit het besef dat iedereen hulpbehoevend is. Massaal gestolen en bewoner van het eiland bevestigt tegen de nos dat er massaal wordt gestolen. Mensen lopen rond met machetes en beroven andere mensen. Ze vechten met elkaar. We mogen de straat niet meer op. De militairen zijn streng. Ze stuurt een foto waarop een wegversperring met militairen te zien is. Om eerlijk te zijn voel ik me erg veilig door hun aanwezigheid, zegt ze. Evacuaties volgens Draai is voor sommige mensen de situatie intussen levensbedreigend. Patiënten zitten voor het ziekenhuis te wachten om geholpen te worden op straat. 60 niet patiënten moeten snel hulp krijgen. Anders is het voor hen tel aard. Medische evacuatie is nog niet mogelijk. De bewoner heeft andere berichten gehoord. Ik hoor dat de ziekste mensen in het ziekenhuis morgen worden overgebracht naar Curaçao. Defensie zegt nog te bekijken op op welke wijze medische evacuatie kan plaatsvinden. Minister Schippers van Volksgezondheid zei vanmiddag dat haar ministerie contact heeft met het ziekenhuis op Sint Maarten. Er wordt geïnventariseerd welke patiënten heel snel van het eiland moeten worden gehaald. Ook wordt bekeken wat er nodig is om het ziekenhuis weer goed te kunnen laten functioneren. Nieuwe orkaan, de nieuwe orkaan José wordt morgen verwacht. Maar de inwoners van Sint Maarten hebben waarschijnlijk geen idee dat er nog een tweede orkaan aankomt. Zegt Draar: De bewoner weet dat er een nieuwe orkaan in aankomst is. Ik vraag me alleen wel af of de meeste anderen het wel weten. Veel mensen hebben geen mogelijkheden om informatie te krijgen.